Opgave 36. Gegeven is de functie fx. Vraag a. Bereken algebraisch het minimum van f. Algebraisch betekent natuurlijk dat je van de grafische rekenmachine het GSolve-deel niet mag gebruiken. Want anders was GSolve min wel het makkelijkste. Ik moet het minimum uitrekenen. Dus dat laagste punt moet ik uitrekenen. En ja, als dat algebraisch moet, betekent het dat je moet gaan kijken wanneer is de afgeleide gelijk aan 0. Dus je moet de afgeleide functie uitrekenen en vervolgens die gelijkstel aan 0 en dan verder rekenen. Oké, nou gaan we. Eerst maar eens de functie overnemen. X wortel x min 3x. En hier moet ik de afgeleide van uitrekenen. Nou, van die 3x, dat is makkelijk, dat redden we wel. Maar die x wortel x die moet eerst anders geschreven worden. Dat is natuurlijk hetzelfde als x keer x tot de macht een half. Ga ik samen nemen. X tot de macht 1 keer x tot de macht een half. Is x tot de macht anderhalf. Min 3x. Nu staat die in de vorm dat we de afgeleide ervan kunnen doen. Exponent komt ervoor en wordt eentje minder. En van min 3x is het gewoon min 3. Nou, die laten we niet in deze vorm staan. Die schrijven even terug zodat de wortel x staat. X tot de macht een half, dan weten we helemaal niet hoe we daarmee moeten rekenen. Ik ben bezig met het minimum te vinden. Dus ik moet uit gaan rekenen wanneer de afgeleide gelijk is aan 0. Dus anderhalf wortel x min 3 moet gelijk zijn aan 0. Ik heb al 3 ingevuld voor x, dus heb ik al voorkennis. Ja, dus vergelijking met een wortelfunctie. Dat is wortel isoleren, kwadrateren en dan even controleren. Dus eerst even isoleren. Is 3. Nu mag ik die anderhalf keer laten staan, maar ik mag ook alvast delen door anderhalf. Dan krijg ik wortel x is 2. Beide kanten in het kwadraat. Dan krijg ik x is 4. Nou, dat is maar één oplossing. Even controleren. De wortel van 4 is 2. 2 keer anderhalf is 3. 3 min 3. Hè, voor degene die het niet kunnen volgen, soms ga ik wat snel, sorry. Ik vul hem in die eerste vergelijking in. Dan krijg ik dit. En dan kijk ik, komt daar 0 uit? Nou, de wortel van 2. Sorry, wortel van 4 is natuurlijk 2. En anderhalf keer 2 is 3, min 3 is 0. En hij klopt, dus deze voldoet. Dat is lekker, want dat is onze enige oplossing. Blijkbaar is de x, ik zet hem in het plaatje even neer, is daar 4. Het is het minimum. Ik ben nog niet klaar, want ik heb nu uitgerekend waar het minimum zit. Nou, bij x is 4. Ik moet nog even uitrekenen wat het minimum is. Dus ik moet die 4 nog even invullen in de formule. En dan komt daaruit min 4. Dus het minimum is hier min 4. Gaan we naar vraag B. Plaatje erbij. Okay. Vraag B. Stel algebraisch de formule op van de lijn k die de grafiek van f raakt in de oorsprong. Oké, nog een keertje. Stel algebraisch, oké. Mag dus het GSolve-deel niet gebruiken. De formule op van lijn k. En lijn k raakt. Ah, raaklijn. K raaklijn. Ik ga zo verder lezen. Maar ik schrijf eerst even op wat dat betekent. Namelijk, hij is ax plus b. De a vind ik door in de afgeleide x van het raakpunt in te vullen. En de b, die vind ik ook niet punt invullen, maar raakpunt invullen. Ik heb dus even de afgeleide functie nodig. Nou, die heb ik daarboven uitgerekend. Dat was anderhalf wortel x min 3. En ik heb nog het raakpunt nodig. Even kijken, het raakpunt. Nou, dat staat er verderop. Hij raakt in de oorsprong. Dus de oorsprong is mijn raakpunt. En dat raakpunt is dus, de oorsprong is 0,0. Oké, daar gaan we. Lijn k. I is ax plus b. Ik schrijf het weer op, kan er niks aan doen. De a. In de afgeleide vul ik 0 in. Dan krijg ik anderhalf wortel 0 min 3. Daar komt dus uit min 3. Ik weet nu dus dat de lijn i is min 3x plus b. En deze gaat door 0,0. Nou, dat is eenvoudig en hoef ik niet in te vullen, want dan weet je eigenlijk dat de b, dat die 0 is. Even kijken. Stel algebraisch de formule op van lijn k die de grafiek raakt in de oorsprong. Dat heb ik nu gedaan. Ik schrijf nog even het antwoord op. I is min 3x. Gaan we naar vraag C. Kom er even bij. Zo, op deze manier. Oké. De lijn L met richtingscoëfficiënt 3
Raak de grafiek. Kijk, dan wordt mij weer verteld dat lijn L een raaklijn is. En die raakt hem in punt A. Bereken algebraisch. Oké, ik mag weer niet het dissolve gedeelte gebruiken. De coördinaten van A, dus ik heb x en y nodig. En stel de formule op van L. Oké, nou L is een raaklijn. Raaklijn betekent voor i is ax plus b. En de a kan ik uitrekenen door in de afgeleide het x van het raakpunt in te vullen. En de b, ja, dan vul ik het raakpunt in. Ik heb ook nog even de afgeleide erbij. Dat is 1/2 wortel x min 3. Oké, nou ik ga lijn L opstellen. De x van het raakpunt. Oh, die is niet gegeven. Want wat staat hier? De richtingscoëfficiënt is gegeven. Dus ik weet eigenlijk al dat het y is 3x plus b is. Ja, hoe reken ik de b uit? Ja, dan heb ik weer dat raakpunt nodig. Oftewel, ik moet een list verzinnen om het raakpunt uit te rekenen. Nou, ik weet al dat de richtingscoëfficiënt 3 is. Maar de richtingscoëfficiënt is precies gelijk aan de afgeleide. Dus ik kan op gaan schrijven de afgeleide, 1/2x wortel x min 3, moet 3 zijn. Want de richtingscoëfficiënt is gelijk aan de afgeleide functie. En daarmee kan ik het raakpunt uitrekenen. Dan gaan we deze vergelijking oplossen. De wortel ga ik isoleren. Dus 3 naar de andere kant. Dan krijg ik 6. Delen door 1/2. Dan krijg ik 4. In het kwadraat krijg ik 16. Dan ga ik controleren. En ja, het is mijn enige oplossing, want anders had ik het fout gedaan. Dus deze zal wel goed zijn. Ik weet nu de x van het raakpunt. Dus ik weet al van mijn raakpunt wat de x is. Maar ja, ik heb ook de y-coördinaat heb ik nodig. Want ja, ik moet de formule maken van L. In de formule van f vul ik 16 in. Want de formule van f is de formule van de y-coördinaten. Dus ik ga 16 invullen. En als ik dat doe, dan blijkt daar 16 uit te komen. Dus het raakpunt is het punt 16,16. Nou, die werd gevraagd, hè? Dat zijn de coördinaten van A. A is dus, ik schrijf hem alvast op, is 16,16. Maar ik moet ook nog de vergelijking van de raaklijn maken. Ik moet nog de B uitrekenen. Hoe reken ik de B uit? Nou ja, door een punt in te vullen. Nou, ik heb maar één punt. Ik heb alleen maar punt A. Ga ik invullen. 16 op de plaats van de y. 16 op de plaats van de x. Is 48 plus b. Ik verhuis 48 naar de andere kant. Dan krijg ik b is min 32. En ik heb dan y is 3x min 32. Schrijf ik hier aan het eind nog even op. Het was lijn L. Hè? Lijn L. Y is 3x min 32. En je ziet, ik maak steeds gebruik van dezelfde ja, Lego blokjes eigenlijk. Hè? Raaklijn, richtingscoëfficiënt, raakpunt. Elke keer. Maar dan net eventjes anders in elkaar gezet en je hebt weer een nieuwe vraag te pakken.